Ongeveer 150 mantelzorgers uit Nijmegen en omgeving zijn dinsdag compleet in de watten gelegd. De mantelzorgers die in het dagelijks leven zorg dragen voor hun naasten, werden door NEC en haar sponsoren meegenomen naar Ouwe Hans Dierenpark, waar ze konden genieten van een compleet verzorgd dagje weg met de selectie van NEC. Nou, vandaag heeft NEC samen met Energieflex de dag van de mantelzorg georganiseerd. Er zijn ontzettend veel mantelzorgers in Nederland, meer dan we waarschijnlijk beseffen. En om die mensen nou eens een keer een leuke dag te bezorgen en voor het voetlicht te halen, hebben wij gezegd van, weet je wat, we slaan de handen ineen. En wij gaan zorgen dus dat we 150 mensen mee op pad nemen voor een leuke dag. Te beginnen bij het stadion en nu in Ouwe Hans Dierenpark met uiteraard de panda's als main attraction. Ja, zij zijn vaak in het stadion en ze volgen NEC de meeste dan. En dan als ze nu met de spelers zo'n dagje mee kunnen maken, is dat voor hun gewoon heel leuk. En voor onze spelers, wij vinden het ook heel leuk. Dus het is een win-win situatie. Ik ben een dagje echt verwend geweest. Ik ben echt heerlijk uit geweest. Maar oké, mijn man is al meer dan 10 jaar ziek die ik verzorgd heb en die nou een half jaar opgenomen is. En dat zal het einde zijn van zijn leven. Dus en dan ben ik blij dat ik nog met een seizoenkaart bij NEC kan komen. En verder ben ik iedere dag bij hem. Wij zijn met 150 mantelzorgers zijn we lekker gaan lunchen met z'n allen. En hebben een persconferentie gehad, hebben zij vragen kunnen stellen. Wij zijn een beetje gemixt aan tafel gaan zitten, spelers en die mantelzorgers. En we hebben gewoon een goede gesprek gehad met iedereen en gewoon een gezellige dag gehad.